Dus nogmaals, we hebben over de capriolen rondom de search and power supply, met name twee technologieën die we gaan bekijken: standaard elko's en polymeers. En we kijken naar MLCC's en naar beide voor's en tegens om die te gebruiken rondom een search and power supply. Goed. Eerst even kijken van waar gaan we ze nou gebruiken. Een search and power supply is natuurlijk een breed woord. Je kan alle kanten op. In dit voorbeeld heb ik even een buck converter gepakt. Dat is feitelijk, ja, denk ik wel de meest gebruikte omvormen van een spanning naar een andere spanningniveau. En in dit geval van een hoger naar een lager. En wat we daar zien is eigenlijk een topografie waarin een aantal componenten verwerkt zitten. Waaronder een spoel, een aantal condensatoren en een switch, meestal een MOSFET of iets dergelijks, een diode in dit geval getekend. En dit schema kent eigenlijk twee modi's. We hebben dan wel de ingang verbonden met de uitgang, als de MOSFET in gesloten toestand zit, dat plaatje links onderin. Dan wel een open positie waarin de energie uit de spoel wordt gehaald en op die manier de uitgang blijft voorzien van broodnodige energie. En dit schakelt met een bepaalde schakelfrequentie. Die op zijn beurt geregeld wordt door een controller die hier niet bij getekend is. Dat is dus een basis de werking van een buck converter. We hebben natuurlijk ook een boost converter. Dan ga je van laag naar hoog. Feitelijk dezelfde componenten, maar dan een andere volgorde. Maar je kan ook naar CPX denken en andere zaken. Maar dat maakt in beginsel voor het ontwerp waar we het vandaag over hebben niet zo heel veel uit welke variant we daarvoor kiezen. Kijken we naar die search and power supply. We kijken wat meer in de details aan de ingang. Dan zien we daar die MOSFET, die genereert daar een spanningswing. En om die enigszins te beperken richting EMC-problemen, plaatsen we daar eigenlijk direct een capaciteit aan de voorkant. Die zien we hier ook getekend, dat is C-in. Wie mijn voorgaande presentaties heeft gezien, weet ook dat we graag zien dat deze heel dicht bij de controller geplaatst worden. En zijn primaire functie is hier ook echt EMC. Een tweede capaciteit wordt meestal geplaatst rondom de direct voor, de zogenaamde bulkcapaciteit. Waarbij de controller voldoende energie lokaal kan opslaan om bij loodveranderingen aan de achterzijde voldoende energie in huis te hebben. Omdat het eenmaal tijd kost om die energie bij die converter te krijgen. Er zitten traces tussen, er zitten kabels tussen en die hebben allemaal een L. Een spoel is per definitie een component wat stroomverandering tegengaat. Dus als je heel snel energie ter plekke wil hebben, dan zal een spoel daar niet positief aan bijdragen. Dus je moet daar voor lokale opslag zorgen. En dat zien we dus in dit geval ook geplaatst. We zien in dit geval twee condensatoren geplaatst worden. Aan de ene kant een echt de EMC variant. Vaak een klein componentje direct aan de ingang van de buck converter. En een grotere om echt de energie lokaal te plekken beschikbaar te hebben. Om die tijd te overbruggen dat het kost om die energie daar voldoende te krijgen. Nou goed, aan de uitgang zien we al een L zitten. Die is in dit geval bewust. Dat is onze opslagspoel. Dus dat is een echt component, dat is geen parasitische eigenschap. En een uitgangcondensator en die twee tezamen vormen al een LC-filter. En mits goed gekozen zou je zien dat daar een nette stabiele uitgangsspanning uitkomt met een beperkte ripple daarop die akkoord is voor de applicatie die je aan het ontwerpen bent. Goed, zoomen we nog iets meer in op de uitgang. Dan zien we door die spoel, zien we daar die ripple lopen. Dat is die IL die hier weer wordt gegeven. En dan zie je ook automatisch de schakelfrequentie terugkomen. En daar zie je ook de duty cycle. De tijd dat die aan is, is hij aan het opladen, gaat de lijn naar boven. De tijd dat die uit is, is hij aan het omladen, gaat de lijn naar beneden. En in dit geval is die langer uit als dat die aan is. Het is uiteraard, als je hier het gemiddelde van neemt, zou je zien dat dit de uitgangsstroom is van de converter. En daarbovenop zit dan een positieve piek en een negatieve piek. En goed, die is belangrijk voor het selecteren van de spoel. Maar daar gaan we ons vandaag niet mee bezighouden. We gaan vandaag voornamelijk kijken naar de condensator.
En daarvoor is die ook belangrijk, want de RMS-waarde van deze ripple, die gaat uiteindelijk door die condensator heen. Hè. Die moet dus een bepaalde ripple current moet die aankunnen. En die is wel heel belangrijk om die goed gespecificeerd te hebben, want die gaat uiteindelijk ook de levensduur van die applicatie ja, bepalen. Dus dat is een belangrijke parameter. Goed, primair doel van die LC-combinatie is gezegd is om die ripple op de uitgang, hè, die rippelspanning op de uitgang te minimaliseren tot een x aantal procent van de uitgangsspanning. Ga je wat meer inzoomen naar de waarden die door het component heen lopen. Dan zien we hier eigenlijk een aantal ja, grafieken getekend. Waarbij de zwarte grafiek, de zwarte lijn hierboven. En dus eigenlijk de ideale ja, grafiek als je eruit gaat zijn dat die condensator een ideaal component zal zijn. Wat helaas niet het geval is. De rode lijn komt al veel meer dichterbij bij de werkelijkheid. Hoe de rippelstroom door dat component heen loopt. En in werkelijkheid ga je ook zien dat daar ook nog wat parasitische eigenschappen bij zitten. Hè? Want de component bestaat natuurlijk uit meer als alleen een condensator. Gelijktijdig zien we onderaan de tweede grafiek hieronder de rippel door de spoel heen lopen. Andere functie van die uitgangcapaciteit. Of capaciteiten, want ook daar zie je vaak wat meerdere capaciteiten worden geplaatst, is om transients op te vangen. Hè. Dus het loodveranderingen die plaatsvinden in de applicatie die je aan het voeden bent. Als je daar een gewone weerstand aan vastknoopt, dan zal dat natuurlijk niet plaatsvinden, dan is die lood altijd continu. Maar in het echte leven is daar natuurlijk een wisselende belasting. Dus die controller die moet reageren op vraag van meer energie. Dus er wordt meer stroom gevraagd. Dan zal je al zien dat de uitgangsspanning ietsjes terugzakt. De controller reageert erop door aan de voorkant meer energie te vragen. En op die manier de uitgang weer te stabiliseren. Maar de uitgangcapaciteit is ook daar ook bedoeld om die energie op te kunnen slaan. Dus dat zijn zaken waaraan die condensatoren moeten voldoen. Dus aan de ene kant moeten ze energie opslaan, bufferen. Aan de andere kant moeten ze ook ja, filteren. Dat is feitelijk hetgeen wat we hier ook zien gebeuren als onderdeel van het LC-filter. En ze moeten ook nog bestand zijn tegen toch soms wel uitdagende omstandigheden, afhankelijk natuurlijk van de bukconverter. Het is dan hetzelfde plaatje, maar een klein beetje ingezoomd, waarbij je de controller weer ziet stabiliseren. Goed, capaciteiten zijn natuurlijk in allerlei soorten en maten. Ik heb die drie op een rij gezet, waar je standaard ELCO ziet met alle voor's en tegens, filmcapaciteiten, alle voor's en tegens, en MLC's, oftewel keramische condensatoren, met allerlei voor's en tegens. Gewoon om een ja, kort overzicht te creëren. En je ziet dat elke technologie heeft wel zijn voor's en zijn tegens. Als je dan kijkt naar de ELCO, daar kan je heel veel capaciteit in krijgen. En de temperatuurbereik is eigenlijk ook heel erg oké. Is redelijk in ieder geval, tot 150 graden. Daar kan denk ik het meeste wel mee gebeuren. Maar de maximale stroom per microfarad is beperkt. Dat verschilt natuurlijk een beetje van type tot type. Of je nou een standaard ELCO hebt of een polymeer. Maar in het beginsel is dat een uitdaging met die componenten. Ook de spanning is. Voor heel veel applicaties meer dan voldoende, maar toch, ja, als je kijkt naar de overige waarden, ja, beperkt. Filmcapaciteiten zie je wat minder capaciteit, wat hogere piekspanningen, voltage rating, dus daar zie je een aantal voor's en tegens. En MLCC's die eigenlijk de meeste groene bolletjes hebben, maar de grootste rode bol zit aan de voorkant, die toch wel belangrijk is. De maximale capaciteit die je kan verkrijgen in dergelijke componenten is gewoon beperkt. En dat is de limiet zit ver weg van wat je vaak wilt hebben. En daarachter zijn een aantal standaard applicaties beschreven. Maar goed, wij gaan ons vandaag voornamelijk focussen op de eerste en de laatste categorie. Goed, even kijken naar een condensator in zijn handen. Ik heb het net al even benoemd. Als je praat over een condensator, dan koop je natuurlijk die grote C. Staat er ook vaak opgeschreven, zoveel capaciteit krijg je. En dat staat helemaal niks
beschreven op het component zelf, in ieder geval over mogelijke ESR of ESL. Ja, maar het zit er wel in. En wat houdt het in? De ESR is de Equivalent Series Resistive. Komen we zo meteen op terug. En de ESL, dat is de Equivalent Series Inductance. En elk component heeft beide, afhankelijk van zijn opbouw, is die meer of minder. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een filmcapaciteit, dan zul je zien dat met name de ESL daarin behoorlijk groot is. En dat komt gewoon omdat daar gewoon heel veel materiaal zit, heel veel draad. Om die capaciteit op te bouwen en dat vormt automatisch meer ESL. Vervolgens zie je ook nog een weerstand parallel staan aan de condensator. Die geeft eigenlijk aan dat het component ook niet ideaal is. Hè. Als je daar een lading in opslaat, dan blijft die daar aanwezig, maar niet voor altijd. Hè, omdat er een weerstand overheen geplaatst is, zal dus altijd een lekstroom ontstaan. En die condensator zal op termijn zal die weer leeglopen. En dan is het helemaal afhankelijk van wat de technologie is. Hè. Praten we hier over een standaard elco, hè, dan zal die oké zijn. Hè. Een polymer is die wat hoger. En praat je over een supercap, dan is die juist weer heel laag. Hè. Dan blijft het heel lang, relatief gezien, in opgeslagen. En dus het hangt sterk af van de technologie die daar gekozen wordt. Goed, veel gebruikte componenten zijn standaard elco's. En tegenwoordig zien we daar ook steeds meer polymers bij gezet worden. Eigenlijk zijn dat vrijwel gelijke componenten, met uitzondering van het dielektrisch materiaal wat daarin zit. In een standaard elco is dat een nat materiaal. In een standaard polymer is dat een droge polymer. En dat is eigenlijk het grootste verschil. Als je naar de rest van het productieproces gaat kijken, daar zijn daar heel, heel veel overeenkomsten. Beide technologieën hebben hun voor- en tekens, net zoals met alles. En voor een standaard elco geldt hè, dat je zo'n 600, 650 volt qua spanningen aan kan. Goed verkrijgbaar, rauwe materialen zijn, of de ruwe materialen zijn goed beschikbaar. Wordt niets of nauwelijks gewonnen in allerlei conflictgebieden. Dus het zijn echt gewoon prima componenten en wordt ook heel veel gebruikt, wat ze op prijstechnisch vaak interessant maakt. Polymers daarentegen, die hebben allerlei voordelen ten opzichte van een standaard elco, bijvoorbeeld een lagere ESR-waarde, waardoor je hogere ripple currents aan kan, wat ze met name interessant maakt natuurlijk met converters met hoge rippelstromen. Ander groot voordeel, misschien wel het belangrijkste voordeel, omdat ze al droog zijn, kunnen ze niet uitdrogen. En omdat ze niet uitdrogen, gaan ze langer mee en zijn ze minder gevoelig voor warmteontwikkeling. Dan een standaard elco dat zal zijn. Maar ook hier zie je weer limitaties. Afmetingen zijn beperkt. Ook de maximale spanning is duidelijk lager als van een standaard elco. En wat je ook ziet is dat de capaciteit per kubieke millimeter of centimeter condensator ook wat lager ligt. Hè. Dus uit dezelfde hoeveelheid volume haal je minder capaciteit. Dus daar zie je allerlei voor's en tegens. Op plaatje zie je ook gelijk, ze lijken heel erg op elkaar. Als je nou een V-chip hebt, dus de SMD-variant of de TrueHole-varianten, op het oog zie je er bijna geen verschil tussen. Het grootste giveaway is eigenlijk het ontbreken van een kruis op de polymeer-variant. Omdat ze niet, geen vloeibaar materiaal hebben, kunnen ze ook niet gaan lekken. En hebben ze dat kruis daarin niet nodig. Goed, wat betekent dat concreet? Als we puur even kijken naar levensduur, want dat is toch altijd wel een belangrijk dingetje. Maar dat is de volgende slide, sorry. Eerst even ESR. ESR is de Equivalent Series Resistance. En dit is eigenlijk de grootste bron van zelfopwarming in de condensator. Vergelijk het met de weerstandwaarde van de spoel. Dat is gewoon de koperdraad. Die heeft een bepaalde ohmse waarde. En die zorgt ervoor dat zo'n spoel opwarmt. Door een DC-stroom in ieder geval. Nou goed, in het geval van een condensator is dat eigenlijk identiek. Alleen hier hebben we het dan over de AC-rippel die door die condensator heen vloeit. En die genereert warmte. En die ESR is dus een belangrijk gegeven om, zeker rond de power conversion, naar te kijken van wat is nou die ESR-waarde. Want die bepaalt feitelijk hoe groot de ripple current een component aan kan. Nou,
In ieder geval een grote speler in dat geheel. Er zijn meerdere factoren die dat bepalen natuurlijk. Je hebt ook nog te maken natuurlijk met de, hoe, ja, met de afmeting van het component en hoe die daadwerkelijk gevormd is. Hoe goed die zijn warmte afgeeft aan zijn omgeving. Goed, energiezuinig wordt normaal gespecificeerd bij 120 Hz en 20 graden. Echt een frequentie waar je niks aan hebt. In de powerconversie praten we over kilohertz in de regel honderden. Dus 120 Hz zegt niet zo heel veel. Maar er is wel degelijk een manier om dat te berekenen, mocht dat niet anders bekend zijn. En de ENZ kan je in het beginsel berekenen aan de hand van de Tangers Delta, welke gespecificeerd staat in de datasheet, en gedeeld door 2 maal pi maal f maal c. Dus dat is de meest voor de hand liggende waarde. En dit is een beginsel waar aan de kant van waar de impedantiegrafiek lineair naar beneden gaat. Hè. Dus waar die nog niet hetzelfde resonantiepunt voorbij gekomen is. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je het niet altijd wil berekenen. Dus er zijn ook andere manieren om erachter te komen. Maar het staat niet altijd in een datasheet. Ik heb hier twee types van ons vergeleken. We zien een standaard elko aan de linkerkant. En dan zien we een standaard polymeer aan de rechterkant. Allebei 10 microfarad, 35 volt. En wat je daar ziet is de polymeer, die geeft de ESR-waarde helemaal onderaan aan de rechterkant van 75 milliohm maximaal. En bij de standaard elko wordt niks benoemd. Maar wat er wel staat is de dissipation vector. En de dissipation vector die is genaamd hier DF. Die zien we op 14% staan voor de standaard elko. En op 12% voor de polymeer, allebei bij 120 Hz. Goed, daarmee zou je kunnen gaan rekenen en wat dingetjes uitkristalliseren. Maar goed, we laten het leven niet moeilijker maken als het al is. Er is natuurlijk ook allerlei tooling beschikbaar. En we hebben daarvoor onze Red Expert Tool online staan, waar al deze metingen wel degelijk in staan. En waarmee je dus heel makkelijk de grafieken tegenover elkaar kan zetten. En hier zien we de twee grafieken. In de linkerkant heb ik de impedantiegrafiek neergezet. En de rechterkant heb ik de ESR neergezet. Nou goed, de standaard elko was een low impedance variant. Dus vandaar dat die wat eerder wat verder doorgaat. Maar goed, dat maakt niet uit. Ga mij om de rechter in dit geval. Ik heb mijn 100 kHz set. Hè, want uiteindelijk wil je hem weten bij de schakelfrequentie waar je mee bezig bent. En daar zie je de ESR-waarden gespecificeerd voor een standaard elko in dit geval op die frequentie op een 1,9 ohm ongeveer. En de polymeer zit hier op een 34 milliohm. Dus daar zie je al een groot verschil. Gelijktijdig zie je ook een ander groot verschil. En dat zit er met name in de lekstroom. Dan ziet hij de e-leak hier geplaatst. 600 microamp tegen een 3,5 microamp voor een standaard resonantie. Dus elke technologie heeft zijn voor's en zijn tegens. Goed, dat is één zaak. We kunnen dus door die lagere ESR kunnen we ook hogere ripple currents aan. Dat zien we ook gelijk gebeuren in de maximale ripple current, gespecificeerd op 100 kHz bij 105 graden. Dus dat is op de maximale temperatuur voor deze condensator. Die zie je dat deze een 980 milliampère is voor de polymeer tegen een 90 voor de standaard elko. Op lagere temperaturen geldt overigens een andere, hogere waarde, typisch. Maar dat is iets van een andere keer. Goed, en nu jullie helemaal een beetje gek krijgen, deze zeer complexe grafiek. Het valt op zich wel mee als je hem doorhebt. Ik zal mijn laserpointer even aanzetten. Wat hier eigenlijk wordt gezien is een heel aantal componenten wordt met elkaar vergeleken. Maar het belangrijkste is denk ik deze blauwe lijn hier. Dat is een standaard aluminium cap van 105 graden 2000 uur. Dat is deze grafiek hier. En als je die gaat vergelijken met een poly, en dat is de oranje lijn in dezelfde grafiek. En dan zie je dat een poly met hoge temperaturen, zeker naar de lagere kant. Hè. Dus op 105 graden hebben ze natuurlijk allebei dezelfde 2000 uur, want ze zijn allebei 2000 uur types. En met een mate de temperatuur zakt, zie je dat de levensduur significant hoger is. Zelfs hoger als bijvoorbeeld een 7000 uur van een standaard aluminium variant. En dus polymeer biedt voor de levensduur heel erg veel voordelen.
Maar goed, ik heb ook heel vaak de vraag van klanten van hoe lang gaat mijn component dan mee? En wanneer doet hij het niet meer? En wanneer is hij niet meer goed? Dus wat wij altijd aangeven is een waarde. We zeggen 105 graden, 2000 uur. En dat noemen we de endurance. En die testen wij op een bepaalde temperatuur. Zeg 85 graden die we hier zien staan. En bij de rated voltage en bij de ripple current. Dus dat zijn eigenlijk allemaal de maximale waarden. En dan zeggen we na 2000 uur, ja, dan is die stuk of zo. Nou, dat wordt niet echt bedoeld. Wat we eigenlijk zeggen dan is dat op dat moment de capaciteit ten opzichte van de initiële capaciteit met 20% is gezakt. Of minder natuurlijk, maar 20% is in principe de waarde waar we op kwalificeren. De dissipation factor, met andere woorden ook de ESR, is verdubbeld. De lekstroom is nog steeds hetzelfde of minder. En er is geen schade aan het component. Hè. Dus er staat niet bol of anderzijds beschadigingen die dat zou moeten zijn. De useful life is natuurlijk compleet iets anders. Want de useful life is iets wat eigenlijk wordt gedefinieerd door de applicatie. En niet zozeer door een fabrikant zoals wij. We doen wel een poging. Hè. Dit is voor onze AEG 8-serie. Hebben wij de useful life gezet op 4000 uur. En waarbij we zeggen van de capaciteit mag tot 40% teruggevallen zijn. En de dissipation factor is 4 keer de initiële waarde. En de rest is nog steeds zoals het hoort. Hè. Dus lekstromen beperkt tot wat de maximale waarde gespecificeerd is. En nog steeds geen visuele schade. Is dit voldoende? Who knows? Uiteindelijk hangt dat natuurlijk af van de applicatie. En hoe dicht je op de bal aan het ontwikkelen bent. Dus daar is altijd lastig om te zeggen van goed, deze condensator gaat zo lang mee. We doen dat soort berekeningen wel, dat mag ik natuurlijk even zien. We proberen ook indicaties te geven, we proberen mensen daar ook mee te helpen om te zeggen van goed, dit is een goede keus. Maar uiteindelijk is natuurlijk de applicatie die zelf die bepaalt wat oké is en wat niet. Als je puur kijkt naar veroudering, hè, waar een condensator gewoon niet tegen kan. Is hoge temperaturen. Dus hoe dichter je tegen die maximale temperatuur gaat, van 105 graden bijvoorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook de high temperature varianten zijn. Hoe dichter je daar naartoe beweegt, hoe eerder een component beschadigd raakt. En dat geldt zowel voor een polymeer als voor een standaard alcohol. Dus we zien dat daar de capaciteit onder leidt en daar ook de ESR waar onder leidt. Ripple currents, die geven interne opwarming, versnellen dry-out effecten, maar beschadigen ook het dielektrisch materiaal. Ook dat is een waarde. Dus probeer niet op de rand te gaan zitten, maar probeer daar een gezonde afstand van te houden. En ja, ik weet dat is niet altijd mogelijk vanwege allerlei andere restricties in het design. Dus daar moeten keuzes gemaakt worden. En dan hebben we nog de voltage rating. Die is ook belangrijk, hè? Als je zegt van goed, ik ga daar overheen bijvoorbeeld, al is het maar met pulsen, met pieken, ja, dan ben je op dat moment het component plichtjes aan het beschadigen. En als dat vaak genoeg gebeurt, dan zul je zien dat de lekstromen gaan toenemen. En als de lekstromen gaan toenemen, ja, goed, dan verouderen het component, warmteontwikkeling en dat kan zich gaan versnellen. Al dat soort zaken. Dus al deze effecten spelen mee in de levensduur van een capaciteit. Goed, dan kan je daar druk aan rekenen. Hebben we ook gedaan, doen we ook geregeld in opdracht van klanten. Er zijn allerlei parameters die gelden. Ik ga ze niet allemaal stuk voor stuk doornemen, maar de belangrijkste daarin zijn ambient temperatuur, dus de omgevingstemperatuur, op het component zelf gemeten, dus dat is op de kern. De delta T ten opzichte van de inwendige temperatuur. Soms voor customs maken we dat zelfs varianten met een ingebouwde temperatuursensor daarvoor. Die bepalen dat in combinatie met de ripple current ten opzichte van de bijhorende specs. Kan je daaraan rekenen? Goed, over dit hele specifieke component zie je dat je daar uitkomt op een 6, bijna 4 jaar aan levensduur, wat wordt verwacht. Wederom, dit is op basis van de endurance. Hè. Dus het kan best zijn dat je zegt, goed, ik kan ook met minder capaciteit eindigen. Dus ik heb hem in het begin overgedimensioneerd.
Goed, dan zijn er nog allerlei kostcriteria's. Als je zegt van ik wil mijn kostprijs enigszins beperkt houden, kan je daar natuurlijk ook mee spelen. Wat je kan doen is werken met de rated voltage. Hoe dicht die op de bal zit, hoe lager de rated voltage, hoe goedkoper een component feitelijk is. Het maakt echt uit of je nou een 10 volt type pakt of een 50 volt of een 400 volt type. Daar zit het drijfschil tussen. Zeker naar de hogere spanningen wordt dat best wel significant. Maar probeer daar in ieder geval rondom een standaard elko rond de 70% te blijven zitten. Voor een polymeer mag je wat dicht op de bal spelen. En dan kan je ongeveer 90% van de rated voltage kiezen als prijs echt een dingetje is. Goed. En de lifetime calculations die kun je natuurlijk gaan uitvoeren. Kijk wat je minimaal nodig hebt, ook aan maximale temperaturen. En probeer te dimensioneren aan de hand van de omgeving testen. Dus dit zijn de drie primaire cost drivers naast de hoeveelheid volume per kubieke millimeter capaciteit en mounting types die er zijn. Goed, de tweede die ik wil behandelen zijn de MLCC's. We hebben eigenlijk twee klassen in, een klas 1 en een klas 2. Klasse 1, dat zijn de NP0's. Die zijn eigenlijk heel erg goed in de trant van dat ze heel stabiel zijn. Ze hebben heel lineair gedrag, ideale componenten. Maar primair worden die gebruikt voor bijvoorbeeld RF-switches en klokjes en dat soort dingen waar nauwkeurigheid belangrijk is. In power supply zie je eigenlijk altijd klasse 2. Op zich nog steeds een prima component is, maar die zijn wel veel minder strak als een klasse 1. Veel minder lineair. Er zitten temperatuurafhankelijkheden zitten daarin. Daar zit een DC-BIOS gedrag zit erin. Kom ik zo meteen even op terug. Aging en dergelijke. Dus dat is een wat minder ideaal component. Maar daarentegen krijg je wel capaciteit. En klasse 1 is heel erg beperkt. Daar praat je altijd over nano's. Hier praat je daadwerkelijk over micro's. Eén ding wil ik benadrukken, en ik hoor dit toch heel vaak, als je praat over een klasse 2 MLCC, dan praten we over bijvoorbeeld een X5R of een X7R. Dat zijn de meest voor de hand liggende types. Dit zegt enkel en alleen iets over het temperatuurbereik en over de tolerantie. Voor een X7R is dat bijvoorbeeld min 55 tot plus 125 graden en de R geeft mij een plus minus van 15% capaciteitsverandering over die temperatuurbereik. Dat zegt helemaal niks over het component qua gedrag rondom deze BIOS, rondom temperatuurgevoeligheid, rondom nou goed, alle andere aspecten van die condensator. Dus dit is op zich prima voor standaard ontkoppelcondensatoren rondom IC's. Kan je daar gerust zeggen van zet er maar een X7R op of een X5R. Maar rondom deze DC-converters zou mijn advies zijn daar altijd wat meer aan te specificeren om zeker te weten dat je de capaciteit overhoudt. Want wat gebeurt er als je een MLCC gaat voorzien van spanning, dan zakt de capaciteit. En dat kan afhankelijk van bijvoorbeeld afmetingen, maar best wel veel verschillen. We zien hier twee keer dezelfde component, allebei X5R, allebei 100 microfarad. Eén keer in een 1206 en één keer in een 1210 buizing gestopt. En wat zie je bij 6 volt? Zie je een min 80 en een min zeg 57% aan capaciteit om zich van initieel. Dus je bent een heel groot deel van je capaciteit ben je kwijt door hem gewoon te gebruiken. Nou goed, dat is een significant verschil natuurlijk wat je moet realiseren. Daar zit er ook wel een verschil tussen het keramiek wat wordt gebruikt. Als je die met elkaar gaat vergelijken, zie je ook wel degelijk daar verschillen in zitten. We zien hier de bovenste twee, dat zijn X7R's met elkaar vergeleken. Die doen het duidelijk beter als de X5R's in dit specifieke voorbeeld. Maar het belangrijkste aspect blijft altijd afmetingen. Kies voor je keramische condensator de grootste qua lengte, breedte, hoogtemaat die je vinden kan. Die je plaatsen kan, laat ik het zo zeggen. En vinden is niet altijd het ding dat je moet nog kwijt kunnen op de print. Hoe groter je wordt, hoe minder effect je zou gaan hebben van het dielektrisch materiaal. Want hoe kleiner je gaat, dan worden er andere eisen gesteld aan het dielektrisch materiaal om die capaciteit te behalen. En hoe kleiner je gaat, hoe groter de epsilon R moet worden. De waarde die feitelijk bepaalt hoeveel capaciteit je krijgt. En hoe gevoeliger je wordt voor deze BIOS gedrag. Maar goed, dit staat dus niet in een datasheet. En dit is dus wel belangrijk om je te realiseren als je zo'n component plaatst rondom een DC-DC voeding. Want dan heb je, als het goed is, wat berekeningen gedaan. En berekend wat je minimaal nodig hebt aan bulkcapaciteit om die voeding stabiel te houden onder de omstandigheden dat je hem wil gaan gebruiken.
En dan kom je misschien tot de conclusie dat je een 22 microfarad wil gaan gebruiken. Nou, die kan je gewoon plaatsen. En dan lees je de datasheet en dan zie je, oké, de 22 microfarad, dat is plusminus 20%. Dus je kan van 26,4 tot 17,6 kan ik zo uit de fabriek krijgen. Dat is allemaal nog akkoord binnen specificaties. Want is mijn temperatuurafhankelijkheid er nog? Plusminus 15%. Nou goed, daar zie je een tolerantie ontstaan. En dan kan je naar plus 30 en min 15 gaan. Althans niet min, maar gewoon 15. Dan komt deze BIOS-gedrag eroverheen. Nou, voor het specifieke voorbeeld is dat een 50%. Dus dan zie je dat die waardes nog verder weg kunnen zakken. En dan is er ook nog een beetje iets als aging. Dat je na in ieder geval 10.000 uur ongeveer 8% kwijt bent. En in de best case hou je dus 13,9 microfarad over. En in de worst case dan zit je net onder de 7. Ja, dat is toch wel belangrijk om te weten dat die capaciteitswaarde voldoende is voor jouw specifieke applicatie, ook onder de worst case conditions. Nou goed, en waarom is dat dan? Waarom zijn die klasse 2 componenten nou zo gevoelig? Dat komt met name door het materiaal wat wordt gebruikt. Dit materiaal is ferroelektrisch. Dat betekent dat het dus, het gedrag zich eigenlijk heel erg laat sturen door de aanwezigheid van een elektrisch veld, de spanning. Maar we zien ook diezelfde effecten van capaciteit ten opzichte van temperatuur en en aging. Dat is inherent aan dit materiaal, dat is zit ingebakken. Nou, waarom kiezen we toch? Vanwege de hoge epsilon R. Dus we kunnen in een relatief klein component behoorlijk veel capaciteit bouwen, maar wel ten koste van minder ideaal gedrag. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, zijn MLCC's, klasse 2, zijn ook nog eens piezo-elektrisch. Effecten kan je zien en je kan het microfoon-effect zien. Nou, wat houdt dat in? Het piezo-elektrisch effect houdt feitelijk in dat door schokjes of vibraties in het systeem, dat kan gewoon vanwege van de werking van het systeem waar die helemaal op gemonteerd is, er ontstaan misschien wat trillingen. En die trillingen kunnen omgezet worden door het piezo-effect in een spanningje op het component zelf. En dat spanningje dat kan millivolt zijn, 10 millivolt zijn, die orde van grootte. En dat is voor heel veel applicaties niet zo heel erg. Maar dat is natuurlijk wel vervelend voor een metingsysteem, waarbij je met kleine analoge signalen bezig bent, bijvoorbeeld. Iets wat wel vervelend is, en wat we heel veel tegenkomen toch nog in het veld, is het microfooneffect. En dat wil zoveel zeggen dat bij het inschakelen van de voeding, onder bepaalde belasting misschien, of misschien ook altijd, komt een vervelend geluid van die voeding af, zijn hoogfrequent piep. Goed, het goede nieuws is, als je ouder wordt, op een gegeven moment hoor je het niet meer. Maar goed, het nadeel is dat niet iedereen ouder wordt op hetzelfde tempo, dus dan is het hetzelfde moment, hetzelfde leven bereikt. Dus sommige mensen horen dat wel. En dit kan heel erg vervelend zijn. Heel vaak krijgt de spoel de schuld. En geloof me, die is ook best wel eens schuldig. Maar de condensator is daar eigenlijk ook altijd een goede partij in die daar problemen kan veroorzaken. Een goed makkelijke manier om te testen waar dit vandaan komt, is een klein schroevendraadje pakken. Gewoon een spanningzoekertje bijvoorbeeld. Ben je geïsoleerd. En op de componenten dat punt van die schroevendraaier plaatsen. Op het moment als het geluid wegvalt, dan weet je, oké, hey, dit is de boosdoener, dit is waar het vandaan komt. En soms is dat de spoel, en soms is dat de microfoon, en soms is het heel iets anders. Maar goed, meestal is dat nog wel te bepalen of het de spoel of condensator is. Dus dat is wat ik had voorbereid voor vandaag. De voor's en tegens van eigenlijk een tweedrietal condensatortechnologieën. Kevin, ik weet niet of de vragen zijn gesteld. Nou, Alex, dankjewel. Ik denk dat het weer een hele nuttige webinar was met, zoals ook de afgelopen weken, veel deelnemers. We hebben nu een 15 minuten de tijd om wat vragen en antwoorden te gaan bekijken. Maar ik denk voor de eerste keer dat we geen vragen lijken te hebben. Ik zou kunnen zeggen dat je een hele duidelijke presentatie hebt gegeven. Alex? Ja, dat zou kunnen. Kijk, daar komt de eerste vraag binnen.
is een vraag van Niels en die vraagt: ik zou graag willen weten of de biospanning effect heeft op lifetime. Nee, op zich niet. Deze bias is echt een effect waar je ziet dat de capaciteit terugloopt door de aanwezigheid van een spanning. Maar op levensduur zal dat niks doen. Zolang die DC-spanning in ieder geval niet hoger is dan de rated voltage, zou je daar geen negatieve levensduurverwachtingen van mogen verwachten. Het is vooral belangrijk dat je realiseert dat het effect er is en dat je er rekening mee houdt in je design rondom componentselectie van bijvoorbeeld MLCC's, met name MLCC's, om daarvoor te zorgen dat het voldoende capaciteit oplevert. Maar voor de levensduur van de condensator maakt het niet uit. Oké, Alex, dan hoop ik dat daar voor Niels zijn vraag mee is beantwoord. Als dat de vragen zijn voor vandaag, dan was het bij deze webinar rond capaciteiten rondom DC-DC converters. Ook volgende week woensdag op hetzelfde tijdstip gaan we weer een webinar geven. Het onderwerp zal dan zijn spoelen, power inductors rondom DC-DC converters. En alle technieken daaromheen. En dan vooral niet kijken naar de standaard technologieën. Maar echt hoe je voor een bepaalde applicatie ook de beste inductor zou kunnen selecteren. Had ik nog één klein dingetje, Kevin? Ja, krijgen we nog een vraag binnen. Eens even kijken. Ik krijg een hele hoop. Dankjewel. Ik heb hier een vraag van Robin. Die zegt: coil wine is erg vervelend. Produceert een condensator op een vergelijkbare toonhoogte geluid? Ik weet de frequentie waarop ze geluid genereren hangt veel samen met de recreatieloop van je controller en de daadwerkelijke schakelfrequentie die wordt gebruikt. Maar meestal is dat relatief hoogfrequent wat je hoort. En dat is echt zo'n vervelende piep. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel eens gehoord hebben dan. Als je een voeding adapter in het net stopt van je telefoon, en dan zit echt zo'n hoogfrequent piepje zit erin. Ik heb nooit gemeten wat de frequentie daarvan is, maar ik kan hem nog horen. Dus hij zal niet super hoog zijn, maar ook niet super laag. Ik krijg nog een vraag van Piet. En die vraagt op pagina 8 of daar het tekentje groter dan op de goede positie staat. Dat is een goede vraag. Ik weet niet of het iets wat je nou terug zou kunnen bekijken. Ja, dat kan, zo te zien. Pagina 8. En dan bedoelen we die aan de maximale capaciteit kant, vermoed ik, want dat is de enige die ik zie. Ja, dat is eigenlijk een totwaarde. Hè. Wat je daar ziet is ongeveer een farad. Ik zal er eerder een ongeveer getal neergezet. Want dat is natuurlijk ook een beetje een verandering van technologie. Je hebt op dit moment 100 micro ongeveer de maximum wat je kan krijgen in MLCC. Maar goed, dat kan zomaar iets anders worden over een paar jaar. Je moet echt lezen van, dus je kan het krijgen tot die capaciteiten. Dus in die trant staat die goed, maar ik snap de vraag. Je zou het ook anders kunnen lezen wat betreft hoe het geschreven wordt. Maar lees wel. Dus wat jij zegt, Alex, het is niet per definitie een groter dan, dat we ook een circa kunnen zijn. Van de waarden die staan genoemd in de maximale mogelijke capaciteit. Ja, het staat hier goed als je het dus inleest. De maximum possible capacity is tot een waarde van 1 microfarad. Dat zou worden bedoeld in ieder geval. Maar lees gewoon een circa waarde van ongeveer die orde van grootte. Want dat is toch gedreven door ontwikkelingen in de technologie zelf. En dat zal bij de emissie harder gaan branden, maar dat. Oké, Alex. Dan krijg ik via we hebben meerdere chatmogelijkheden en ik krijg ook wat directe vragen. Ik denk ook wel een goede vraag. Die vraag die wordt gesteld door Hendrik.
Er worden soms bij filmcaps categorieën aangegeven. Power factor correctie versus DC-link. Zijn er tegenindicaties om PSC te gebruiken met een DC-BIAS? Ik heb niet helemaal de vraag helemaal begrepen. Ik ga het gewoon nog eens een keer voorlezen. Ja? Worden soms bij filmcondensatoren categorieën aangegeven? Zoals categorie 1, power factor correctie versus DC-link. Dus een DC-link cap, filmcap. Zijn er tegenindicaties om PFC te gebruiken met een DC-BIAS? DC-link wordt denk ik bedoeld, maar dat... Laten we, wat zei je Hendrik, laten we die eens offline benaderen. Kijken of we dat, die vraag niet kunnen krijgen. Over in gesprek. Ja, er zijn diverse mensen die vragen of het webinar doorgestuurd kan worden. Ook van de voorgaande editie. Nou, dat duurt circa een week. Voordat, mag ik even op zeggen, Kevin? Ja. Bij de voorgaande edities, noemen een beginner, maar dat ben ik ook met webinars, stond er een vinkje aan dat ik dat die werd gewist naar dat die compleet was. Dus ik kan die helaas, ik heb de lijst niet meer van de deelnemers. Maar we hebben een YouTube-kanaal. Online staan van Vuurt Electronic. Dus als je op YouTube naar Vuurt Electronic groep zoekt en daar zit een playlist op voor het Benelux team, daar komen alle webinars komen daar op te staan. En die van de vorige staat volgens mij al op. Ik kan helaas alleen niet mensen daar separaat voor informeren op dit moment. Oké. Maar wel met de inschrijvingen die we op dit moment hebben. Voor vandaag. Ja, voor nu zou het goed kunnen gaan, maar dat weet ik pas als ik klaar ben. Dus ik ga er wel vanuit nu. Maar... Dan hebben we het mailadres en dan gaan we ook de presentatie van de vorige keer mee kunnen sturen. Ja, dan gaan we naar de laatste vraag, Alex. Hebben we nog tijd voor? Ja, dat zou net moeten lukken. Hoi Kevin, als de DC-BIAS zoveel invloed heeft op de capaciteit van de condensator, is het dan verstandig om de spanning van de condensator dan nog verder te overdimensioneren? Hij vult aan, of is het onafhankelijk van de werkspanning van de condensator? Nou, het hangt allemaal met elkaar samen. Als je zegt van, ik ga een hoge werkspanning pakken van de condensator, dan krijg je automatisch een ander dielectrisch materiaal met een andere isolatieweerstand. En dat heeft weer effecten op het hele gedrag van het component. Wat je het beste kan doen is eigenlijk als je van ik wil een condensatorwaarde zoeken. En ik ga het nu niet even demoen, maar als je in onze Red Expert zoekt naar onze keramische capaciteiten. Dus dat is modules er ongeveer zo uit als deze, maar dan met keramische capaciteiten. Dan staat hier ook een boxje, zo'n keuzemogelijkheid hier. En die heet Delta C ten opzichte van Delta V of iets heet die. En daar kan je eigenlijk heel makkelijk een slider inzetten. Zoals ik hier heb gedaan. En dan kan je een filter op plaatsen. Dus dat kan op die balk hier. Maar je kan die ook hier op de filterknopje drukken. En dan zet je hem op, weet ik het, 5 volt. En dan zeg je van ik wil minimaal 22 microfarad hebben. En dan laat hij alle capaciteiten zien die op dat punt nog 22 microfarad hebben. En dat is waarschijnlijk de makkelijkste manier om de juiste waarde te selecteren. Want op de initiële waarde kan je niet heel veel zeggen. En dat verschilt echt van component tot component hoe dat deze BIAS gedrag eruit ziet. Dat is echt ik heb die module erover staan. Iets verder door. Ik heb een plaatje in staan. Dat hebben ze hier niet. Maar dan kan je zo'n grafiek krijgen. We hebben er twee. Dit is dan in percentage. Maar we hebben ze ook in absolute waardes. En dan kan je eigenlijk afhankelijk van het component kan je daar een goede keuze in maken. Maar wat je vaak hoort als vuistregel. Hè, ik pak twee keer de spanning. Hè, dus ik heb 3 volt 3. Dus ik pak een 6,3 volt of een 10 volt variant. Hè, dat wordt vaak als vuistregel gebruikt. En dat gaat denk ik nog wel aardig op voor grotere afmetingen. 12-10 bijvoorbeeld, die we hier zien staan. Maar zeker voor kleinere afmetingen wordt die factor 2 wordt snel krap. Gewoon omdat je minder volume hebt en daardoor sneller dat saturatiegedrag ziet. Was ik te volgen? Ja, Alex, je was te volgen. Aan mijn kant viel jij een heel klein stukje weg, ongeveer een 20 seconden.
Wat zou zomaar mee te maken kunnen hebben, omdat we allemaal vanuit thuis werken. Hè? Zowel jij, Alex, ook ik en misschien ook veel deelnemers thuis dan in dit geval. Voor mij was het duidelijk. Mocht het voor diegene niet duidelijk zijn, dan is die vrij de vraag nogmaals te stellen. Uiteraard. Ja, en Alex, nog één vraagje dan. Hè? Wat een ruim omvattende vraag. Maar ik ga hem stellen. Wat zijn de voor- en nadelen van elko's parallel zetten om een lagere ESF te krijgen? Exact dat. Op het moment als je een condensator, en dat maakt niet uit of dat nou een elko is of een keramische condensator of een polymeer, die hebben allemaal een inwendige weerstand. En als je weerstanden parallel zet, dan krijg je een vervangingsweerstand die lager ligt als de initiële waarde. Als je twee gelijke waarden hebt, dan hou je de helft ervan over. Dus als je twee capaciteiten parallel zet, dan met een gelijke ESR, dan halveer je de ESR, de effectieve ESR. Wel op voorwaarde natuurlijk dat je dat niet te gek gaat doen. Je kan dat niet met 10, 20 componenten gaan doen. Want dan krijg je natuurlijk allerlei parasitische eigenschappen tussen die condensatoren geplaatst. Waardoor je op een gegeven moment niet helemaal meer parallel geschakeld kan zien ten opzichte van elkaar. Maar als je gewoon 2, 3 componenten parallel plaatst, dan heb je gewoon effectief een lagere ESF-waarde. En daarmee een langere levensduur. Want je rippelstroom per condensator die halveert dus ook. En de bijhorende zelfopwarming die reduceren. Dus het is echt het voordeel is echt om een lagere ESR te krijgen te behoeven van soms ook kost effectiviteit. Hè. En je zegt van ik wil toch een grotere rippelstroom aankunnen. Misschien is het ook effectiever om wat kleinere componenten te gebruiken. Ook in combinatie misschien met trillingen op de PCB, hè, waarbij je van die grote jellen niet wilt plaatsen. Er zijn dus allerlei voordelen om componenten parallel te plaatsen. Oké, Alex, dankjewel. Graag gedaan. Nu lijk ik echt door de vragen heen te zijn. Dus dit was het webinar voor vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ook Alex, hartelijk dank voor wederom het geven van dit webinar. En nogmaals, volgende week woensdag om 14:00 eenzelfde soort webinar met dezelfde setup. En het onderwerp zal dan zijn power inductors, ofwel spoelen rondom DC-DC converters. Nou, ik hoop allemaal tot volgende week. Vergeet dinsdag niet, hè? Dan geeft mijn collega Remco een seminar. Het onderwerp even niet snel paraat, maar die volgt ook. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.